Hallo allemaal, vandaag wil ik het hebben over slechte gewoontes en hoe je er vanaf kan komen. Ik had een hele tijd geleden een artikel gelezen en daar ben ik heel veel wijzer van geworden hoe je van slechte gewoontes af kan komen. Dat heb ik zelf ook toegepast, later, tot nu nog steeds. En dat is, slechte gewoontes afleren is veel moeilijker dan voorkomen. Dus wat ze bedoelen is. Als je merkt dat iets een gewoonte wordt, dus bewust worden van jezelf, van wat je doet. Dus als voorbeeld een stopwoordje. Dan is het veel moeilijker om nadat je eenmaal het stopwoordje heel vaak gebruikt om het nog af te leren, dan dat je leert te herkennen dat het een stopwoordje begint te worden. Dat is een stukje bewustzijn van jezelf, bewust worden van jezelf, wat je doet, wat je zegt, hoe je praat. Ik zeg bijvoorbeeld veel tussen mijn video's door, maar dat valt op zich nogal mee. Maar als ik daarvan af wil komen, bijvoorbeeld. Hier, ga ik weer. Dat is wel een grappig voorbeeld. Als ik van een stopwoordje af wil komen, als ik er al, zeg maar, te veel, als ik het al te veel zei, te veel gebruikte, dan maakte ik het, dan strafte ik mezelf eigenlijk af door het nog 3 keer te herhalen. Dus als ik zeg en dat irriteer ik me aan, of als ik dat terug zie, irriteer ik mij eraan. Dan zeg ik nog 3 keer Dus dan zeg ik om mezelf eigenlijk te straffen en op dat gewoon overal te proberen te doen. Maar het is veel makkelijker om te leren herkennen wat je doet voordat het een gewoonte wordt. Even kijken, voorbeeld. Ja, ik had vandaag een voorbeeld. Daarom had ik extra motivatie gevonden om deze video te maken. Ik had mooie muziek aanstaan en ik zat de hele tijd met mijn knie te wiebelen. En ik had dat eerst helemaal niet door. Tot op een gegeven moment, ik was bezig met video monteren, dus ja, dan voel ik ook minder goed mijn lichaam. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Maar mijn knie zat te trillen en op een gegeven moment had ik dat door. Maar toen dacht ik ook van, als ik dit door ga doen, zeg maar, zonder na te denken, dan wordt het gewoon een gewoonte. Als ik de volgende keer als ik muziek hoor, dan gaat mijn knie standaard zo trillen. Dus omdat ik dat op tijd door had en gestopt ben, is het geen gewoonte geworden. Dat is wel, denk ik, de beste manier om voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze ook wel. En dat is met gewoontes ook het geval. Afleren kan ook. En wat helpt is jezelf dus straffen, zoals ik als voorbeeld heb, om het nog erger te maken. Stopwoordje bijvoorbeeld. Ja, ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Als bij het bezoek nou gearriveerd. Tot de volgende video.